Ik ben Lotte en ik ben wedding planner. Eén van mijn huwelijken is die van Fenna en Stefan. Feest dat iedereen erbij is. Vandaag gaan we het bruidspaar leren kennen. Hoe hebben wij elkaar leren kennen? Het was op een feest bij de opening van Bloemendaal, strandfeest. Ik schuifelde naar binnen, hij schuifelde naar buiten. En hij is best groot, dus hij stak al boven iedereen uit. Ik had hem al gezien en vanaf dat moment was er oogcontact. Ik kwam hem aflopen en ik dacht, nou, daar moet ik even naartoe. Ja, en, Sorry. Ja, heb ik er aangesproken en toen zijn we aan de praat geraakt. En, vroeg hij heel cheesy hoe hij met me in contact kon komen. Nummers uitgewisseld. Volgende dag het eerste appje om af te spreken. Fenne en Stefan zijn hele... Hele lieve, wat ik zei, lieve enthousiaste mensen. Heel vrolijk, heel leuk om mee te werken. Sinds de tijd dat ik haar heb ontmoet, gaat alles zo goed en het kan niet beter. En ik denk, nou, deze vrouw moet ik gewoon ten huwelijk vragen. En toen dacht ik, nou, Bali is een prachtig eiland. Aan het strand, op een klif, met zonsondergang, na het eten op mijn knie gegaan. En haar ten huwelijk gevraagd. Heeft ze ja gezegd, maar eerst, eerst had traantjes gelaten. Ja. En daarna moest ik nog wel vragen of ze ja of nee. Dit is hem, ja. Ik wist alleen echt totaal niet waar ik moest beginnen. Dus daar hebben wij Lotte bij ingeroepen om ons te helpen. Van nou, waar gaan we beginnen? Fenne en Stefan zijn bij mij gekomen via een vriendinnetje of oud collega van Fenne. Daar heb ik weer op het Amfi gezeten. En gedurende die hele reis gewoon af en toe van jongens, even let op dit of nu moeten jullie dat regelen. Dus die komt gewoon af en toe even om de hoek kijken of alles nog steeds volgens planning loopt. Ja, het is gewoon vanaf het begin af aan was het gewoon een hele goede klik en het voelt helemaal niet als werk. Het is gewoon meer ook een vriendin waar je gewoon dingen waar je lekker mee aan het sparren bent en waar je dan uiteindelijk ook bij bent op de trouwdag. Of er heel veel op ons afkomt met een huwelijk, ik vind van wel. Ik heb er best wel stress van. Veel mensen die ernaar vragen en dat regelen. De rol van Stefan is eigenlijk een beetje zoals bij ieder huwelijk, iedere bruiloft. De mannen die hangen er altijd een beetje aan, die willen zich wel bemoeien, maar ook weer niet te veel. Die hebben zoiets van, nou weet je, dit mag jij lekker oppakken tegen hun verloofde. Maar aan de andere kant wil hij er ook wel bij betrokken zijn. Dus het is wel heel leuk dat hij iedere keer bij de afspraken is en wel zijn stem laat horen. En we moeten hem gewoon wat taakjes geven. Ik maak me denk ik wel meer zorgen om het huwelijk dan Fenne. Nou, jij wil denk ik gewoon echt zeker van dit staat gewoon vast. Dus dit is de taart, dit zijn de ringen, dit is het pak, dit zijn de bloemen, dit is alles. Ja. En dan heb jij rust. Ja. Ja. Denk gaat niet gebeuren. Ja, voor Fenne en Stefan ga ik ze helpen bij het zoeken van de locatie. Daarna gaan we zitten met elkaar voor een grote brainstorm. En dan gaan we het hele plan opzetten met alle to-do's erbij. En ze hebben aangegeven dat ze zelf heel erg leuk vinden om dingen op te pakken. Dus het is echt een with Lotte gewoon samen met mij alles oppakken. Ik verwacht van de bruiloft dat het gewoon een hele mooie, relaxte dag wordt. Met heel veel lachen en... Hier en daar wat raadjes van geluk misschien? Dat iedereen blij is en gelukkig. En dan ben ik ook gelukkig. Ja. Wie ons gaat trouwen, Esther van Te Leuk Trouwen, die denkt natuurlijk ook mee. Die is van de styling van de locatie. En die heeft even rondgekeken naar iemand die dat kan. Die heeft Alvin gevonden. Nou, ik werk als publieksopwarmer. En daarna presenteer ik regelmatig evenementen en beurzen. En dit is mijn eerste keer als ceremoniespreker. Dus voor mij ook wel spannend. Ja. Waarom willen jullie met elkaar trouwen? Ze stelt me gewoon echt op mijn gemak. Ik kan doen wat ik wil, ik kan me gedragen zoals ik wil. Ik moet me daar eigenlijk gewoon wel bij aansluiten. Niet origineel, ik weet het. Maar ja, dat voel je zeg maar. Mag ik weten wie jullie getuigen zijn? Voor mij is het mijn zus. Mij en mijn broer. En mijn broertje die geeft me weg. Dus... Ik hoor jou nu zeggen, je broertje geeft je weg. Betekent dat je vader is overleden? Nee, maar die is wel in beeld. Oké. Okay. 8 jaar, denk ik. Geen contact meer mee. Okay. Dus niet gezien, niet gesproken. Steve kent hem ook niet. Oh, ja. Dus we hebben vorig jaar nog wel een poging gedaan om contact te leggen, maar dat heeft hij afgeslagen. Dus, Mogen bijvoorbeeld gasten die in de zaal zitten, als ze wat willen, zouden ze wat mogen zeggen? Ja, absoluut. Bijvoorbeeld bij Arvin? Ja, prima. Wel geschikte
jongen. Ook gezien zijn achtergrond met zijn werk, wat hij doet. Dat hij dat wel echt precies doet zoals wij zou willen zien. Niet te statig en te officieel, maar gewoon lekker los en leuk. Volgende week ga ik samen met Fenna en Stefan de trouwlocatie bekijken. Thank you.